23, 24 en 25 juli werd de 10e meerslag van Bolzwart georganiseerd. De deelnemers konden kiezen uit twee afstanden, 3x25 of 3x40 kilometer. Ook kon men ervoor kiezen om 1 of 2 dagen mee te lopen. En gaan in Nijmegen de deelnemers de laatste kilometers over de bekende Via Gladiola, in Bolzwart gaan ze gewoon de laatste kilometers over het trekpad naar de finish. Een van die deelnemers was Piet Arema. U hoort zijn ervaring. Schitterend. Mooie dagen. Ja. Ben je een echte wandelaar? Ja, ik wandel veel. En heb je daar 4 dagen ook meteen in Nijmegen? Nee. Of is dat weer wat te massaal? Ja, dat is massaal. Ik loop wel veel, maar meer met de hond dan, wandeltochten, zeg maar. En de hoeveelste editie van de meerslag was dit? Dit was de 10e, mijn eerste. Okay. En ik had vakantie. Ja, bedoelde ik ook, het was uw eerste keer. De eerste keer en ik had vakantie. Ik dacht, ik doe 3 dagen met de vrouw met. En geweldig. Ja. En 25 kilometer, ja, mooi. Dus je bewaarde er wel een goed gevoel aan? Ja, ze mag dit wel weer een ander jaar. 25 jaar zie ik wel op mijn 40, dat ken ik wel. Maar dit was ook mooi. Okay. En mooi, nog wat boeren toch. Landerijen en sucks is schitterend. Ja, je kom, dat kom je anders niet. Nee, dat wil ik zeggen. Je komt nou paadjes waar je anders nooit komt. Nee, nou, dat anders afgesloten is, ja. Daar mag we nou komen. En dat is het mooie ervan. Nou. Goeiedag, heren. Dag. Ik zie dat je met loopt. Maar hebben we hoe is het gaan? Heel goed. Ja, uitstekend. Hoeveel keer was het voor jou? Nou, dit is al. Ik liep al in de. Wat de 40, dus de 340. Ja. Maar wat zei mijn zwager op een zeker moment van, er komt ook een 25, 3x25. En toen dacht ik bij mezelf, nou, dat lijkt me wel eens leuk toe. Ja. Dus toen heb ik de 3x25. En hoe was de afgelopen 3 dagen voor u, die 25? Ja, perfect. Ja, ja perfect. Hartstikke mooi weer. En toen kwam mijn buurman, Diabetes. Ja, wat de tweede dag? Ben je maar, ja. Tweede dag, ja. Ik zou maar één keer. Ik zou en toen zijn we elkaar van, weet je wat, we gaan... De andere 2 dagen gaan we even wat gezellig met je 2 lopen. Ja. Dus uiteindelijk, Gert, we shooten 1 keer, maar je zal alle 3 Ik 1 keer met lopen, ja. Maar Gert dus 2 dingen. Oké. Okay. Dus woensdag kon ik niet en toen heb ik donderdag heb ik dus voor 1 keer gespeeld. En dat heeft me zo goed voldaan. En toen heb ik dus vrijdag ook weer gelopen en dat heeft me hartstikke goed voldaan. En ben je een echte loper? Of? Nou, niet een echte loper. Nee. Ik ben meer een fietser. Maar ik loop dus wel met mijn vrouw en af en toe voor Michelle dus een eindje om. Maar nooit meer dan 10 of 15 kilometer. Maar nu heb ik dus 1 keer 25 en dat heeft me super goed voldaan. En ik moet zeggen met mijn vriend, met mijn oude buurman, vroegere buurman Henk Casimir, heb ik dus lopen. En toen dacht ik bij Michelle, god wat gaat dit lekker. Dat heb ik de 2e keer ook weer lopen. Ja, ja. Dus dat is hartstikke mooi. En aanrader ook voor volgend jaar om weer te doen? Ik ben zelf van plan om de volgend jaar weer te lopen. Dan alle 3 keer. Je hebt me heel goed verdeeld. Gefeliciteerd, hè? Gefeliciteerd. Ja, want je bent hier van de weinig. Dat zie ik hier. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja. Nou, even voor de meesten, wat is jouw naam? Eeltje Doper. Hey, en dat zie ik hem aan rond. En hoe bevalt dat, de meerslag? Hartstikke goed. Je bent echt renner, wandelaar? Ik ben echt wandelaar. En doe je volle kilometers niet hier? Nou, ik hier zijn zo'n 100. En hij verliet ik maar niet in Nijmegen? Nijmegen, maar, ja. Dus je tippelt hier heel wat af. Nijmegen de dood, toch? België. Dus je bent constant op pad? Ja, ik ben constant op pad. Oké. Nou, gefeliciteerd met Sienke. Ja.